AI blijkt bijvoorbeeld geen enkel onderscheid te kunnen maken tussen juiste informatie en valse informatie. Nou ja, dan zit je dus al met een reuze probleem dat dat helemaal niet zo moeilijk, zo makkelijk is om dat onderscheid te maken. Het Verlossum, kunt u mij horen? Kijk even naar wat vragen uit eerdere afleveringen. We hebben het gehad over het strategisch bombarderen. Meerdere keren is gevraagd, jij zei inderdaad, Hitler die was geen fan van, nee, van bombarderen. Dat klopt. Wat is de reden dat hij daar geen fan van was, willen meerdere mensen weten? Bijvoorbeeld Jan Albert, die vraagt dat hier. Dat weet ik niet precies, maar in ieder geval is bekend dat die terrorbombing, nou ja, wat zou dat in het Duits kunnen zijn? Daar zag hij niks in. Misschien ook omdat hij in dat geval rekening moest houden met het feit dat ook Duitse steden als zodanig gebombardeerd zouden worden. De Luftwaffe was er niet op ingesteld. De Luftwaffe had wel bommenwerpers, maar feitelijk als je ziet welke bommenwerpers in de Blitz gebruikt worden, dat waren relatief ouderwetse en kleine bommenwerpers, niet te vergelijken met de Amerikaanse B-17 of zo. Laat staan de B-29 of de B-24. Dat waren echt ook, of de Engelse bommenwerpers, dat waren de Liberator. Dat waren echt grote bommenwerpers. Het zijn de Engelsen en Amerikanen die natuurlijk aan die stadsvernietiging gedaan hebben. Die uiteindelijk, waar we het over hadden, niet het effect hadden wat men hoopte dat ze zouden hebben. En pinpoint, hoe moet je dat zeggen, zeer doelgericht bombarderen, was simpelweg onmogelijk. Behalve met die moskito's. Die hebben wel een paar, dat zijn schitterende operaties, daar moeten mensen maar eens naar. Sowieso die moskito, dat is een houten jachtbommenwerper. Fantastisch ding. Hmm. Sneller dan veel van de één motor, twee motoren toestel. Sneller dan vaak eenmotorige toestellen, ook misschien ook door het zeer beperkte gewicht. En daarvan zijn wel bekend is dat ze ook heel laagvliegend pinpoint acties ondernamen. Echt, die Mosquito, dat is een fantastisch toestel. Ja, je moet een beetje vliegtuig een beetje leuk vinden, ja, natuurlijk. Hè. Maar Hitler is dus van gedachten veranderd omdat Jan Albert. Ik weet niet of hij ooit van gedachten veranderd is. Maar Rotterdam is natuurlijk ook gebombardeerd. Ja, maar gewoon dat, ja, oké. Maar dat is nog, daar is het centrum mee gebombardeerd, zonder enige twijfel. Ze hebben Coventry gebombardeerd, maar deels waren de Engelsen hadden eigenlijk de primeur van het idee dat er flink gebombardeerd zou moeten worden. Want ik vertelde nog, vorige keer, dat in de jaren 20 in het interbellum eigenlijk het hele idee van dat bombarderen wel leefde. Met het idee dat je zou hele oorlogen kunnen winnen alleen maar door de bommen door te bombarderen. Maar dat bleek dus totaal niet zo te zijn. Eigenlijk had je er wel wat aan. En zeker, kijk, tegen de tijd dat de Amerikanen en de Engelsen onbeperkt konden bombarderen boven Duitsland. Dat is wanneer ook ze begeleid konden worden met jachtvliegtuigen. Mm. Want ze waren natuurlijk aanvankelijk enorm kwetsbaar. Ik heb toch geloof ik wel verteld hoe enorm die verliezen waren. Die piloten van die bommenwerpers, die hadden een overlevingskans van 25% in één zo'n run die ze moesten doen. En tenslotte, als ze de twee deden, een overlevingskans van 10%. Het komt in de buurt van duikbootbemanningen en bommenwerpersbemanningen. Dat zijn wel de plekken waar je de grootste kans had om het niet te overleven. Mm. Dus ja, ik denk dat de Hitler toch sterk onder de invloed was van wat men in het interbellum had gedacht over bombarderen. En dat hij dat geen aantrekkelijk idee vond. Andreas die vraagt, de V1 en de V2 wapens werden later door de Duitsers toch ook gebruikt om steden aan te vallen? Ja, we waren volstrekte flutwapens, daar je niks aan. Kleinschaliger, zegt hij. Zoals Hitler zelf zei over de V1 en de V2, het zijn gewoon vliegende bommen. Mm. En dat is het. Hij had er heel weinig aan, want ze waren natuurlijk zeker de V1... De V2, nou ja, die was volgens mij ook nauwelijks bestuurbaar. Betrekkelijk instabiel ding. Je weet hoe die Spitfires die V1's aanpakten. Daar gingen ze naast vliegen. En dan gaven ze met hun vleugel een wipje tegen de vleugel van de V1. En dan dwarrelden die naar beneden toe. Ja, en de V1 is een ballistisch projectiel. Dus dat
kwam volkomen ongericht terecht op van alles en nog wat. Ja, er zat 1000 kilo springstof in, dus het was een flinke knal. Maar strategisch was de betekenis van de V1 en de V2 echt nul. Gewoon nul. Hmm. In die aflevering ging het ook over wat ze met die puinzooi deden, hè? Met die puinhopen. En die puinbergen, ja. Die puinbergen, dat was het, ja. En daar zijn er een paar van nog in Nederland. Jazeker. Nederland weet ik niet, maar in ieder geval Duitsland heb je echt in. Ja. We hebben Essen gedaan toen met mijn broer en zus. En echt een zeer indrukwekkende puinberg. Ja. En we kregen nog wat reacties van mensen die zeiden dat er in Nederland ook nog een paar zijn. Ja, dat zou best kunnen. Ik zal even kijken of ik dat zo snel kan. In Rotterdam. Dat even kijken. Ik moet het er even bij zoeken, want we krijgen zoveel reacties dat ik even niet meer weet waar dat nou precies. Volgens mij had ik het jou ook gestuurd. Even kijken. Niet hoor. Van die puinbergen volgens mij. Je had wel weer zo'n overzicht gestuurd, maar. Met de luistercijfers. Ook, dat vond ik wel heel opmerkelijk trouwens. Ja. Dat je in Duitsland dus door Nederlandse luisteraars in Duitsland op de Duitse podcastlijst nog in de top 20 terecht komt. Ja, op 16 stonden we, ja. Ja. Kan natuurlijk door vakantie komen, dacht ik. Maar ik begrijp dat het dus ook buiten de vakanties het geval is. Nou, ik vond het wel opmerkelijk. Ja. Even kijken, ik heb hier B. Middelkamp uit Groningen als reacties op de podcast die ik al jaren met plezier beluisterde. Een mooi voorbeeld van puinberg is de dijk in de Noordoostpolder. Oh. Daar is hij te vinden, de zogenaamde Rotterdamse hoek. Puin uit Rotterdam werd gebruikt als dijkversterking in dit dijkvak. En iemand anders noemt nog in Den Haag bij... het Bezuidenhout natuurlijk. En bij Ockenburg, dicht bij de kust van Kijkduin, is ook een puinduin. Te vinden. Op ja. Google Maps moet hij nog te vinden zijn, zegt Kees Eikelenkamp. Dus oké. Okay. Overigens was er ook nog iemand die had die had jouw adres opgezocht en dan kun je dus altijd de huizen ook bekijken met Street View. En die had het vermoeden dat jij op het moment dat die foto gemaakt wordt achter het raam staat. Dat zou kunnen. Ik weet niet, moet ik dan wel boven in die ja. In die koekoek zijn geweest. Ja, iemand was jij laatst, we zijn niet wat een koekoek was, maar in ieder geval omdat ik zei, ja, ik heb lekkaars aan de koekoek. Ja, kijken mensen aan of je niet heel sneak bent geworden. En het blijkt dat het woord wat iedereen normaal vindt is dakkapel. En een koekoek is eigenlijk een kleine dakkapel, begrijp ik. Heb ik uit onderzoek afgeleid. En dit zijn wel hele grote dakkapellen natuurlijk. En dat zijn koekoeks? Nee. Een kleine dakkapel is een koekoek. En is er ook een naam voor een grote dan? Dat is dakkapel. Okay. Denk ik. Maar ik vond het woord koekoek, ja, dat heb ik mijn leven lang gebruikt. Ja. Dus ik vond het... Ja, dat snap ik. En niemand bleek dat woord nog te kennen als zodanig. Ja. Eens eventjes kijken wat wij dan nog meer hebben. Ja, meer mensen die dus hebben gestuurd dat in ieder geval de NOS had uitgezocht hoe het nu met de droogte zit. Daar hadden ze ook stukjes van gemaakt. Ja. Dat werd doorgestuurd omdat jij dat ook opperde van hey, waarom wordt daar nooit aandacht aan gesteed? Ja, precies. Ook RTV Utrecht had er, vond ik, gerichte en nuttige aandacht aan besteed. Ja. De grondwaterstand is nog steeds niet terug op normaal niveau. Ja. Maar laten we zeggen, de toplaag is nu wel, heeft al voldoende water gehad. Ja. Even kijken. Kan Maarten wat aandacht besteden aan de omgevingswet? Is er dan toch iets goed voortgekomen uit het kabinet van Rutte? De omgevingswet, daar is volgens mij nog heel veel discussie over. Dat zou ik uitgebreid uit moeten zoeken. Ik ga eerst voor de dark cloud volgende week. En dan moeten we maar eens even verder zien. Maarten, het door u genoemde boek van Richard Overy, Hoe de geallieerden wonnen, heb ik gelezen. Heel erg interessant, woordenvol informatie. Momenteel ben ik bezig met Achter de Muur. Dan moet ik wel weten, waar gaat Achter de Muur over? Dat is een vrij... algemene titel natuurlijk. Een heleboel dingen zijn achter de muur. Ja. En wie heeft het geschreven? Katja Hooyer, volgens mij, als ik het zo zie. Het gaat waarschijnlijk over de DDR. Dat denk ik wel, ja. Ja, daar heb ik al eens een boek over gelezen. Ja. Of niet van Katja Hooyer, weet ik niet. Maar... Over Trumps aanklacht. Laat hem maar kandidaat zijn en veroordeeld worden, zegt iemand. Ja, dat hopen ook veel democraten natuurlijk. Veel democraten hoopten dat ook in 2016. Die dachten, ja, met Trump hebben we eigenlijk met zekerheid gewonnen. En ja, laten we wel wezen, toen bleken ze weliswaar gewonnen te hebben, maar door het electoraal college toch verloren te hebben. Mm. En dat electoraal college hangt ook boven de verkiezingen van 2024 als een duistere wolk. We hadden het vorige keer, dacht ik al, over hoe klein
in feite de winsten van Biden waren in een aantal staten. Dat loopt echt in de tienduizenden, dus dat kan in een flits kan dat omdraaien. Daar moet je wel rekening mee houden. Denk aan die 11.000 stemmen in Georgia, maar ook Michigan zo. Daar kan dat ook gebeuren. Ja. Altijd weer, niet waar, onderbrand de hoop. Niet waar, al is het maar als een flakkerend vaccinelichtje dat hij ooit iets zal hebben gedaan waardoor hij niet mee mag doen in 2024. Vergeet het, hij doet gewoon mee. Iemand die 2,5 jaar nu achter elkaar gelogen heeft over de verkiezingen, de verkiezingsuitslag, de verkiezingsprocedure, de verkiezingsmachines, gaan ze maar door. En die vervolgens een mislukte staatsgreep heeft georganiseerd, doet gewoon mee aan de volgende verkiezingen en heeft een hele reële kans om die te winnen. We dachten in het najaar, het is klaar met hem, maar nee. Dat die enorme klont van randdebiele kiezers, niet waar, die bereid is om hem het Witte Huis in te stemmen, die is er gewoon. Ja. Daar moeten we rekening mee houden. Dus hoe erg moet het worden voordat mensen echt denken van, ja, we moeten niet meer op hem stemmen? Ik ben ervan overtuigd als hij morgen door de politie van huis wordt gehaald in Mar-a-Lago met handboeien en met gillende sirenes naar de lokale gevangenis wordt afgevoerd. Dan nog doet hij heel gewoon mee aan de verkiezingen van 2024. Zelfs hij zit in de bak tijdens de verkiezingen. Ik ben ervan overtuigd. Sterker nog, is dat niet Lula in Brazilië? Hoe ging dat ook weer? Nou ja, die hadden ze er wel uiteindelijk de bak in gemanoeuvreerd, zodat hij niet mee kon doen. Maar ja, die is nu toch weer president van Brazilië geworden. Mag dat trouwens? Stel Trump zit in de bak terwijl die verkiezingen zijn. Mag hij dat? Dat weet ik niet. Ik bedoel, dat ben van de juridische ins en outs ben ik niet op de hoogte. Maar ik vind die illusie dat er iets gebeurt waardoor hij dan niet deel kan nemen. Ja, hij kan doodgaan. Dan kan hij niet deelnemen. Nee. Nou, er zitten ook niet hele schokkende dingen in die misdrijven. Hè? Achterhouden van documenten, tegenhouden van een strafrechtelijk onderzoek. Vorig jaar werden natuurlijk op zijn landgoed die 13.000 stukken in beslag genomen. En dan had hij ook die informatie had hij aan anderen laten zien. Ja, ze hadden allemaal staatsgeheimen. Had hij gezellig met zijn kennissen besproken. Ja, god, daar ben je toch niet verbaasd over? Nee. Ja. Maar ook natuurlijk militaire kwesties, hè, van waar Amerika gevoelig is. Het is een clown. Ja. Het is een idioot. Ja, nou ja, je kunt wel zeggen, het is natuurlijk wel ook over kernwapens schijnt hij het gehad te hebben, hè? Ja, zeker. Hij had de Pentagon had een of andere aanvalsplan ontwikkeld op basis van zijn wensen. En daar had hij het ook uitgebreid over gehad met zijn kennissen. Ja, ik zou zeggen, misschien kunnen de Russen een iemand infiltreren in dat Mar-a-Lago-gezelschap, wat sowieso deels uit volstrekt de halve garen bestaat. Hè. Want daar kan je West komen dineren die dan vervolgens een antisemitische toespraak houden. Ja, hij had ook zo'n fotootje waar die dozen stonden met al die documenten. En Trump zei zelf, ja, ik heb de stempel eraf gehaald, dus ik had het prima mee mogen nemen. Dus nou goed. En nog één ding wat ik wel interessant vind, want die verkiezingen komen toch langzaam op stoom. En je ziet nu ook dat er dus met kunstmatige intelligentie foto's worden gemaakt die dus helemaal niet echt bestaan. DeSantis heeft schijnbaar een foto gemaakt van Trump die Fauci, je weet wel, die COVID-deskundige. Ja, zeg maar de leider van die, hoe heet het, openbare gezondheidsdienst, ja, van de Verenigde Staten. Precies, wat hier Ab Osterhaus een beetje is. Nee. Oh nee, hoort je met die baard. Ja, hoort je ook alweer. Precies. Dat hebben we weer helemaal vergeten. Dat zijn we nu alweer vergeten. Ja. Dat is wat volgens mij is ook met pensioen gegaan, ja, bij het RIVM. Ja, want dat is het gekke ook. Dat al die opwinding, dat je dat eigenlijk na 2 jaar allemaal weer vergeten bent. Ja. Hè? Ja. Dat er ergens een groot zuigend gat is, een zwart gat, waarin al die kletskoek dan tenslotte weer verdwijnt. Ja. Maar ze omhelzen elkaar dus, maar die foto heeft dus nooit bestaan. En dat wordt dus door het kamp van DeSantis gebruikt, nu al in de campagne. Dus die AI wordt wel een factor van belang daarin, denk ik. Ja, ik denk ook dat het AI-ballonnetje toch bezig is langzaam leeg te lopen. Hè. Dat was ook weer zoiets, oh, wat verschrikkelijk allemaal. AI blijkt bijvoorbeeld geen enkel onderscheid te kunnen maken tussen juiste informatie en valse informatie. Nou ja, dan zit je dus al met een reuze probleem. Dat helemaal niet zo makkelijk is om dat onderscheid te maken. Het is ook natuurlijk een diefstalmachine eerste klas, want in principe zuigt het zijn informatie uit het hele internet. Wat eventueel ook op de duur te problematiserend zou kunnen werken. Dat is dus alle goede informatie, maar er zit ook alle crap zitten tussen. Zo is het. Alle tweets worden ook meegemaakt. Alle fake news. AI weet niet of het fake news is of geen fake news.
Ja, maar jij zegt dat dat AI-ballonnetje leegloopt. Als ik toch een beetje in het land kom en je hoort wat bedrijven. Iedereen fantastische AI en nee, we gebruiken dat is, het al. Dat is, laten we zeggen, dat is nog de na, moet je dat zeggen, het nageluid. Ja, want je weet, dit soort van dingen druppelt. Eerst komt het in de New York Times te staan. Of weet ik veel wie, een van die tech-miljardairs zegt er iets over. En dan zakt het langzaam naar beneden. En tenslotte is ook de boekhouder van, van het midden- en kleinbedrijf in Assen is ook op de hoogte van deze unieke mogelijkheden. Die denkt, zo, dan kan ik ook een briefje schrijven zonder spelfout. Maar dat zegt niet zoveel. Ik was gisteren bij een... Het is ongetwijfeld een interessante ontwikkeling. Het is knappe software, daar is iedereen het ook wel over eens. Maar is het einde van de wereld? Nee, dat is het ook weer niet. Ik kan nog een keer dat paniek doen, hè. Paniek. We zijn eigenlijk altijd in paniek. Het is het einde van de mensheid. Het is. Laten we nou eerst eens zorgen dat de witte neushoorn niet uitsterft. Maar ik was gisteren bij een bijeenkomst met de mensen van de overheid. Het verbaasde me over hoeveel mensen van de overheid al die ChatGPT gebruiken. En toen vroeg ik ook van. Ja, nog wel leerlingen. Stonden allemaal stuk in de krant. Ja. Al die leerlingen op die scholen die gebruiken dat ook. Precies. En toen vroeg ik nog, is er nou ook beleid eigenlijk gemaakt op basis van ervaringen? Want ja, alles wat je natuurlijk daarin gooit, kan ook gevoelige informatie zijn. Wordt natuurlijk ergens op een server opgeslagen. Ja. Even dit, maar hoe kijk jij daarnaar bijvoorbeeld, naar dat soort ontwikkelingen? Nou, ik zou zeggen dat daar voorlopig weinig aan te doen is. Maar ik zou zeggen dat alles wat gegenereerd is met chat, dat je daar een gezond wantrouwen tegen zou moeten hebben. Nogmaals, omdat chat niet in staat is om vals en waar van elkaar te onderscheiden. Wat we natuurlijk wel een beetje aan konden zien komen, aangezien een van de meest karakteristieke aspecten van het hele internet is dat we vals en fake en non-fake niet goed van elkaar kunnen onderscheiden. Nee. Je weet, je hoeft maar even te zoeken en dan zie je mij een liedje zingen met een petje op. Oh ja, dat klopt. En het lijkt sprekend, maar ik ben het, kan je garanderen dat ik het niet ben. Nee. Maar chat zou het gemakkelijk kunnen gebruiken in een leuk stukje over Maarten van Rossum. En er is ook een filmpje waar je commentaar geeft over de borsten van Chantal Jansen. Nou ja, dat is ook vrij sterk inderdaad, dat wist ik nou weer niet. Maar, ja, zo'n songfestival dingetje. En dan dan doe je commentaar bij het songfestival en dan komt Chantal Jansen in beeld en dan heb je het over haar boezem. Oh, nou ja, ik weet van niks. Aangezien ik nooit commentaar gegeven heb bij het songfestival. Nou ja, ik zal eens kijken. Maar goed, je loopt hier tegen een probleem aan wat altijd al levensgroot het geval is geweest op het internet. Namelijk dat je niet precies weet wat waar is en wat niet waar is. Nee. Vandaar dat zich ook op het internet al die ontzettende kletskoekverhalen en die samenzweringstheorieën zo makkelijk kunnen verspreiden. Omdat heel veel mensen natuurlijk niet in staat zijn om intelligent en kritisch na te denken. Dus die geloven in allerlei onzin die daar medegedeeld wordt. Ja. Ben je dan wel voorstander van wat bijvoorbeeld Musk zegt, van we moeten de ontwikkeling eventjes pauzeren, want het gaat veel te hard op dit moment met AI? Geen idee. Ik denk dat hij daar ook weer belang bij heeft. Natuurlijk een aantal van die andere lui die in deze branche werken, die zijn denk ik wel geschrokken van chat. Google heeft ook ineens vaart gezet achter ingrijpende hervormingen van zijn zoeksystemen. Ik denk dat Zuckerberg heeft zijn hele software publiek gemaakt. Dus ja, het is duidelijk dat daar wel beweging is in die sector. Maar dat zegt mij nog niet zoveel. Want ik vind dat als je niet in staat bent om waarheid en valsheid te onderscheiden, dat is een vrij ernstige zaak. Dat is overigens hartstikke moeilijk. Hè? Is het voor de bühne? Nou ja, of is het werkelijkheid? Het wordt wel door een journalist opgetekend natuurlijk. Alsof dat iets zegt. Je mag toch nog wel aannemen dat de journalistiek... Die tekent het op. Ik weet niet wat ze erbij gezegd hebben. Maar als ik de journalist was geweest die dat had opgetekend, zou ik erbij hebben geschreven dat er allerlei mogelijke verklaringen zijn voor deze dappere geluiden. Ja. Die niet allemaal eventueel in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Nee, precies. En nog eventjes, Mike Pence is nu ook officieel kandidaat, hè? Ja. Dat zat eraan te komen. Ja, topkandidaat. Die het zeker niet gaat worden. Waarom doet hij het dan? Dat kost hem toch ook heel veel geld, hè, om dat allemaal... Al die lui die kansloos zijn, waarvan iedereen het weet, Nikki Haley, Mike Pence, die meneer Scott, je hebt zijn hele brigade, hebben we al. New York Times, Gil Collins schreef al in de New York Times, het is weer gekke tijd bij de Republikeinen. Die lui, die weten heel goed dat ze dat niet gaan worden, zijn ook niet gek.
Maar die hebben allemaal belangen. Dus bijvoorbeeld Mike Pence kan denken, nou ja, stel voor dat kan ik minister worden. En als Trump het wordt, zal hij niks worden. Maar als een ander het wordt, nou, je kunt jezelf in de kijker spelen. Dat is het. Je krijgt een hoop relatief gratis publiciteit. Je kunt aan die debatten deelnemen. Ik weet niet wat voor criteria daar worden aangelegd, maar God, je weet nog van een paar jaar geleden, 2016, dat er een hele rij stond. Ja, heel veel. En al die lui die spelen zichzelf in de kijker. Dus ze hebben secundaire belangen. Ze willen maar als de heren niet waar hen plotseling president maakt, zullen ze geen nee zeggen. Maar ze doen het eigenlijk om andere redenen dan om president te worden. Het zou wel volstrekt de halve gaar zijn als ze dachten dat ze een echte serieuze kans zouden maken. Ja. Denk je dat Pence het Trump nog moeilijk kan maken? Want die weet natuurlijk misschien wel bepaalde dingetjes die nog niet in de openbaarheid zijn. Nou, dat zie ik niet zo gebeuren. Sowieso bij geen van de kandidaten. Om de eenvoudige reden dat ze eigenlijk allemaal, stel voor dat Trump breekt zijn been, Trump verzuipt, Trump gaat dood, weet ik veel. Trump komt tot inkeer, Trump raakt in de heer, het kan van alles en nog wat wezen. Dan hebben zij ook het electoraat van Trump nodig. Dus dat moeten ze niet tegen zich in het harnas jagen. En dat zou je wel doen als je zegt, nou die Trump, dan binnen zijn kamers, dan hij liet verschrikkelijke winden. En nou ja, dat was eigenlijk niet te werken. Maar, nee, dat was ook niet met hem te werken. Hij deed de gekste dingen. Hij had niet ook een heel stuk pizza tegen de muur van het Oval Office gegooid, als ik het me goed herinner. Grensoverschrijdend gedrag was eigenlijk zijn normale gedrag, om het maar even zo te zeggen. Nee, dus dat zal Pence niet zo gauw doen, denk ik. Dat zie ik niet zo gebeuren. Okay. Het is een enorm blok stemmers. Namelijk, waar we het vaak over gehad hebben, blanke, lager opgeleide, meestal mannen, maar ook wel vrouwen, die afkomstig zijn uit de Great American Heartland. Ja. Hey, ik wil nog even een ander punt. Ik was gisteren bij een inauguratie. Heb jij dat vaak meegemaakt? Nou, ik heb maar meerdere inauguraties meegemaakt. In het bijzonder mijn eigen inauguratie. Ja, dat snap ik. Natuurlijk. Ja, maar die plechtigheid die qua kritische zin te vergelijken is met een crematie. Oké. Er zal wel wat geroddeld worden nadat de spreker klaar is, maar verder dan ook niet. Kijk, je bent al benoemd. En omdat je benoemd bent, kun je zo'n reden houden. Het duurt vaak trouwens maanden voordat je aan de beurt bent. Omdat het een enorm druk schema is, althans in mijn herinnering. Maar je hebt er niet een hoge pet van op voor de rest? Nee, vooral dat je nu de terminologie een hoge pet gebruikt. Omdat je gedwongen bent die malotige baret te dragen. En je komt dan achter de pedel, althans in Utrecht, achter de pedel aan. Kom je dat die aula binnen. Want je moet schrijden. Hè? Je kunt niet gewoon lopen. Je moet zo schrijden. Want die toga maakt dat je moet schrijden. Want als je normaal loopt, dan flikker je in no-time, flikker je op je gezicht. Wat je die priesters ook altijd ziet. Ja, precies. Dus priester, je moet die toga een eindje voor je uitschoppen. En bovendien heb je dus die achterlijke baret op. En ik zag mijn broer en zus zitten op de voorste rij. En die keken naar mij en die schoten onmiddellijk in de lach. Ik weet niet of ze er nog bijgekomen zijn, maar het was een dolle vertoning, ja. Dat heb je wel eens verteld inderdaad, ja. Hoe dat ging. Was het druk bij jou? Ja, dat was een volle zaal. In mijn herinnering was het een volle zaal. Ja. Want dit was op de TU Delft. Er kunnen 2000 man volgens mij in die zaal. Maar goed, kijk, dat is in de aula heel anders in Utrecht. Die aula is vrij klein. Ja. Ik denk dat daar niet veel meer dan 200 mensen in kunnen. Okay. Ja. Dus wat dat betreft, die heb ook in Rotterdam zo'n achterlijke aula. Jij zegt nou 2000 mensen in Rotterdam kunnen er volgens mij wel 3.500 in of zo. Dus ik heb daar meerdere malen zo'n inauguratie, meerdere malen, 2 keer geloof ik, meegemaakt. En ja, ook als je een forse opkomst hebt, als je 200 man hebt, in die gigantische betonnen ruimte, want het is zo'n brutalistisch gebouw van de Broek en Bakema volgens mij. Precies. Verlies je verliest het altijd van de ruimte. Ja, klopt. Dat was hier ook zo. Maar heel ongezellig is het eigenlijk. Ja, de beste man was natuurlijk heel zenuwachtig. Ja, dat is niet verstandig. Nou, leuk om eens. Ik had het nog nooit meegemaakt, maar ik vond het leuk om eens te zien. Maar had wel een baret op. Ja, uiteraard. En ik moet zeggen dat dus die andere, wat zijn dat dan? Zijn collega-professoren die dan ook zo'n...
soort dingen. Ja, die komen dan aan. Eerst, althans in Utrecht gaat het zo, eerst bij in de Senaatskamer. Ja. Sta je nou een beetje rond te drentelen. Daar hangen ook de toga's, hè? Toen zei nog een aanstaande collega van mij, die zei nog van, je hebt wel helemaal de verkeerde schoenen aan. Ik had van die palladiums aan. Nou, dat kon helemaal niet. Helemaal, dat kon absoluut niet. Hoogleraren dragen geen palladiums. Althans niet bij deze unieke plechtigheid. Dus dat je verzamelt dan en dan ga je dus in die wonderlijke pastoorspas naar beneden en dan de aula in en dan gaan zij daar zitten. Ik weet wel dat een directe collega van mij van het Instituut voor Geschiedenis, ik was denk 5 minuten op slag, want je hebt daar een enorm spreekgestoelte. Dus ik keek zo schuin naar beneden en deze collega, die was in diepe slaap geraakt. Al na 5 minuten. Net als de luisteraars van deze podcast. Ja, net precies. Je ziet dat ik altijd dat effect heb gehad. Ook bij zo'n spannende gelegenheid als de inaugurale rede. Maar ik vond toch, ja, die poppenkast, dat is dan toch wel weer amusant. Er zit een heel protocol zit eraan vast, hè? Ja, van alle poppenkast, ja. Zeker. Ja, want Constantijn was er ook, de prins. Je hoeft het ook niet te doen, volgens mij. Het hoeft niet? Nee. Je kunt het doen, maar als je het niet doet, je bent benoemd als hoogleraar. Het is meer de kers op de taart dan dat het echt noodzakelijk is. Want zijn familie was ook ingevlogen vanuit het buitenland om er speciaal bij te zijn. Ja, dat begrijp je ook wel. Dat zijn moeder en zijn oude tante en nou ja, die waren er natuurlijk dolgraag bij zijn. Ja, ja. Ook nog veel mensen die zich afvragen hoe dat is afgelopen met die stamboom, dat stamboomding. Oh ja, waar ik me zo over op had, ik niets meer. Ja, ze hebben me nog een uitgebreide mail gestuurd. Meneer Van Rossum, we hebben een stamboom voor u gemaakt. Ja, daar heb ik op geantwoord. Maar ja, dat is ook weer zo'n mail volgens mij dat je, waar je niet op moet antwoorden. Ja, dat vind ik ook zo'n raar systeem op het internet. En toen heb ik geantwoord dat ik daar helemaal niet om gevraagd had. Sterker nog, dat mijn stamboom uitgebreid is uitgezocht en ooit zelfs gepubliceerd in de zogenaamde blauwe boekjes. Dus ja... En ik heb gedaan wat jij zei, wat ik ook niet wist dat ik dat kon. Lukte dat? Ik heb het geld teruggevorderd, ja. Staat binnen 24 uur weer terug op je rekening. Dat is toch zo'n functie, nu kijk ik steeds of ze niet alsnog het nog een keer afschrijven. Volgens mij mag dat niet. Nee? Volgens mij mag dat niet, nee. Want wat dan wel kan, is dat ze je dan een brief sturen van, hey, herinnering. Omdat ze dan in hun systeem een melding krijgen van, u heeft het betaald. Ja, maar dat zal ik zeggen. U heeft mij niets gevraagd. U heeft helemaal geen moment gevraagd. Wilt u voort te gaan met deze, met dit lidmaatschap, laat het even zo noemen? Nee, ze hebben me niks gevraagd. Ze hebben zonder iets te vragen, terwijl ik ook al een mail had gestuurd. Luister eens even, ik wil er niet mee door. Mm. Maar ja, dat waren allemaal van die op deze mail kunt u niet antwoorden, hallo. Hey. Ja, no reply is dat, ja. Dat is top. Ja. We kregen wel nog heel veel reacties van mensen daarop. Ik zal nog even kijken. Die dus hetzelfde meemaken. Ook bij deze service. Dat ook wel eens hadden. Ja, zelfs bij deze service die jij nu net noemt. Ik ken dit helemaal niet. MyHeritage heet dat. Ja, precies dezelfde ervaring van andere mensen. Even kijken of ik dat nou... Ze hebben het je dus helemaal niet... Kijk, het minimum is toch dat ze vragen, wilt u hiermee doorgaan? Ja. Als u dat wil, dat zou kunnen. Dan gaat u dat €68 per jaar kosten. Ja. Maar mij hebben ze nooit wat gevraagd. Sterker nog, eigenlijk bij dat hele verhaal over die gratis eerste 2 weken... wordt nergens de suggestie gewerkt dat als je dat dan doet, dat je dan automatisch ook voor de rest van het jaar de klos bent. Nee, vaak kun je wel, als je het dus aanmaakt, kun je het meteen weer opzeggen. En dan heb je 2 weken en dan vervalt het automatisch. Want anders, als je dat niet meteen doet, vergeet je het vaak om het weer op te zeggen. Ja, maar ik had het wel opgezegd. Wel. Ik heb wel een mail gestuurd dat ik het niet door wil laten gaan, maar ja. Op deze mail kunt u niet antwoorden. Nee. Ontzettend. Sterker nog, je kon alleen klagen mits je een account maakte en dan inlogde. Maar toen dacht ik, ja, dat ga ik niet doen. Nee. Want dan ben ik sowieso de klos als ik eenmaal een account heb. Ja. Tim Peters, die zegt, we hadden het namelijk ook over die 1 cent die je moest overmaken. Die legt wat meer dingen daarover uit. Het overmaken van die 1 cent is het proces waarmee je instemt met automatische incasso. Dat zou als zodanig bekendgemaakt moeten zijn. Het woord dat jullie zoeken is... storneren, dat is het inderdaad. Je kunt storneren. En wat je hebt gedaan is storneren. Even kijken, Jessica zegt het verschilt per bedrijf. Bij Bol helpen ze je supergoed bijvoorbeeld, maar bij de Triodos Bank is het pure ellende. Ja, dat mensen maar gewoon dingen van je afschrijven zonder dat je iets gevraagd wordt. Dat is toch idioot? Ja. Ik vind het eerlijk gezegd vrij crimineel gedrag. Ja.
Hier zegt iemand ook volstrekt juist wat Maarten zegt. Een dampend moeras waarin je reddeloos ten onder gaat. Ja, want het geld, het kost, duurt even, maar binnen 24 uur, dat bleek te kloppen, stond het weer op mijn rekening. Wat was de reden dat je daar had aangemeld? Nou, dat was onder andere omdat ik een aantal dingen wilde uitzoeken. Ik dacht, misschien hebben zij materiaal over overlijdensadvertenties en dat soort van dingen. Mm. Die hebben ze wel, maar het bleek heel beperkt te zijn. Ik had dus dat was ook voor het boekje? Dat was eigenlijk ook voor het boekje, ja. Lisbeth zegt, bij Albert Heijn heb ik hetzelfde meegemaakt. Ze schrijven onterecht €65 van mijn rekening. En ik krijg alleen onbevoegd aan de lijn. En ik wacht nu al 17 dagen op een oplossing. Dus ja, je ziet het. Meer mensen die er last van hebben. Ja, ik zou haar ook aanbevelen, vragen terug. Want wat doet die bank dus? Ik vind dat wel een... ik wist helemaal niet, dit is wel een beetje misschien... Nu wordt het wel weer nodig. Ik hoop niet dat die Audi makkelijk smelt, hè? Dat denk ik niet, want het is al vaak nat geworden. Dus dan had het wel al moeten gebeuren. Zo. Zo weer dicht. Oh ja, heb je nog een... Gaat dat ding steeds aan, zeg. Dat is dat. Ja. Schakelfoutje. Ja, dat is waarschijnlijk voor het gemak van de gebruiker dat ze denken, we zetten automatisch de radio aan. Even kijken. Wat hadden we er nog? Ik moet even kijken, want die telefoon stoort dus op dit kastje. Dus dan hoor je zo'n... Ken je wel dat geluid, toch? Even kijken. Beste Maarten, ik wil graag mijn waardering uitspreken voor de podcast die u maakt. Het is verfrissend om een deskundige als u te horen spreken over geschiedenis en actuele gebeurtenissen. Scherp en goed onderbouwd. Uw kennis en inzicht voegen echt iets waardevols toe aan het publieke debat. Ik vraag me af waarom u nog geen eigen talkshow op tv heeft. Tegenwoordig lijken veel talkshows gasten te hebben die zonder diepgang en kennis van zaken hun mening uiten. Met uw expertise en boeiende presentatie zou het geweldig zijn om meer van uw inzicht op televisie te zien. U zou zeker een verhelderende bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke discussies van vandaag, zegt Michelle Hamers. Hartelijk dank. Ja, ik ben het daar vanzelfsprekend volledig mee eens. En ik moet zeggen dat Renze mij dus een aantal malen, 3 keer of zo, de kans heeft gegeven om in ieder geval een historisch betoogje te houden. Daar moest wel even de juiste vorm voor worden gevonden, maar we zullen even afwachten of dat doorgezet wordt. Maar een eigen talkshow is meer dat jij je gasten... Ik heb geen behoefte aan eigen talkshow. Beste Maarten, zou drukke verkeer op de Nederlandse wegen, inclusief files, niet een van de gevolgen kunnen zijn dat het OV gewoon duur is en zo vaak uitval en werkzaamheden bevat? Ik sluit dat niet uit. Ik heb al begrepen eigenlijk dat... in feite door de COVID-perikelen, veel mensen zijn natuurlijk toch wel thuis gaan werken toen, kon ook vaak niet anders. Het schijnt dat toch nog vrij veel mensen ook deels thuis zijn blijven werken, maar dat er enorm veel auto's verkocht zijn, wat mensen kennelijk toch van mening zijn dat het openbaar vervoer niet doet wat het zou moeten doen. Maar ik heb nergens iets gezien waaruit cijfers blijkt dat dat ook zo is. Mm. Maar het was wel een suggestie. Ja. Dat mensen gewoon simpelweg vaker in de auto gaan zitten. Misschien zelfs een auto die ze speciaal voor dat doel hebben aangeschaft. Ja. Dan Emiel, die reageert nog op die lange droge periode en hoe het zit met het grondwaterpeil. Hij zegt, in mijn regio, dat is Overijssel, wordt het op de website van het waterschap vermeld. Ah, nou ja, dat is hartstikke nuttig. Want ik weet niet, hoe kan die grondwatercijfers in Utrecht komen? Misschien heb ik dat ook wel op die RTV Utrecht site gezien. Ja, die hadden een nuttig stukje, een nuttig informatie over, okay, over die droogte of niet droogte. Hallo Maarten, in de podcast over de Franse Revolutie vroeg u zich af hoe lang een hoofd nog doorleeft nadat het is afgehakt met een guillotine. Hierop heb ik wel een antwoord. Enkele jaren geleden sprak ik met een proefdier-anesthesioloog. Hij was volgens mij de enige in Nederland met een dergelijk beroep. Deze persoon was een fel voorstander van het gebruik van pijnstilling bij het onthoofden van muizen of ratten in medisch proefdieronderzoek. Dit kwam omdat hij had onderzocht hoe lang de pijncentra in een muizenbrein nog actief zijn, nadat in ieder geval een muis met een guillotine is onthoofd. Door middel van een EEG-scan en een MRI kwam hij erachter dat deze pijnprikkels nog minuten tot zelfs een half uur gedetecteerd konden worden in het brein van de onthoofde muizen. Natuurlijk zijn mensen geen muizen, maar de kans is zeer waarschijnlijk dat dit bij mensen ook het geval is, zegt Dennis. Ja, dat zou kunnen. Maar dan is de vraag, zijn ze dan buiten Westen? Het kan best zijn dat die centra nog functioneren. Maar de vraag is natuurlijk, is die klap zo traumatisch dat ze het bewustzijn hebben verloren?
Of is er dan ook nog sprake van pijn en een bewustzijn? Dat weet ik dus niet. Daarover, ook die verhalen uit de Franse Revolutie zijn, die wisselen nogal. Ja. Maar daar is ook wel eens gezegd van ja, je kunt, weet ik, met een knipoog of dat soort van dingen. Maar ja, hoe betrouwbaar zijn die getuigenissen, dat is natuurlijk ook een vraag. Ja. Even kijken. Dan nog iemand die heeft het over de bosbranden. Die moet denken aan klimaatverandering, aan zijn Engelse docent of aan zijn docent die tijdens een studie heeft gezegd dat we het beter klimaatversnelling kunnen noemen in plaats van klimaatverandering. Als je namelijk de geologische tijdschaal aanhoudt, dan zie je eigenlijk al snel dat het klimaat altijd verandert, ongeacht menselijke invloed of niet. Nou, daar heeft hij wel gelijk in. Maar nu maken we ons zorgen over het feit dat de menselijke invloed op de aarde zodanig is dat het enorm versneld is. Ja. Wat is jouw kijk op de situatie in Niger? Nou, dat Niger, dat moet je denk ik zien als een lokaal probleem. Dat gaat eigenlijk over de hele Sahel. Er zijn een paar nuttige kaartjes in de krant waar je ziet dat eigenlijk in de hele Sahel overal dit soort van militaire junta's aan de macht zijn gekomen. Ja. Grote delen van Afrika, als ik ze vrij mag zijn, zijn echt volkomen hopeloos. Vanuit het perspectief van governance, van zorg dat de zaken in orde zijn. Het is echt, ik bedoel, het is elke 5 jaar prijs in die landen. Ook Niger zat geloof ik een president die min of meer redelijk was. En nou ja, dan op wat voor reden dan ook, die militairen zien er vaak natuurlijk ook voor eigen voordeel. Zien ze er wel wat in om zo'n coup te plegen. Maar als je dus ziet in die hele Sahel eigenlijk, zie je dat zich overgaat. Mali heeft zich dat voorgedaan. Afrika blijft, er zijn wel een paar lichtpuntjes, maar het blijft toch een gigantisch supercontinentaal drama eigenlijk. Want het gaat ook in Zuid-Afrika natuurlijk helemaal niet goed. De ANC heeft er ook een puinzooi van gemaakt. Ja. Dan moeten de lange termijn effecten nog duidelijk worden. En ze zeiden ook in dat Niger dat ze los wilden van de Franse. Ja, ze zijn natuurlijk los van de Franse. Ja, de Fransen zijn nu, die zijn nu de boeman. En de Russen die kennelijk natuurlijk wel allerlei interessante financiële en misschien ook militaire beloftes hebben gedaan. Die zijn daar nu, er stond ook zo'n foto in de krant waar je allemaal van die leiders opgewonden zag schreven met zo'n Russische vlag op de achtergrond. Ja. Ik kan er verder ook niks positiefs van maken. Ik heb ook niet het gevoel dat het vreselijk. Ik heb, zolang ik mij interesseer voor dit soort van zaken, niet waar, en zolang in Afrika min of meer zelfstandige staten zijn, het duurt dit drama, namelijk van de militaire machtsovername. Geef landen geen militair apparaat. Want we hebben het nu toevallig over de Sahel. Wat dacht je van Suriname? In Suriname is bij mijn weten, bij de zelfstandigwording, uitgebreid geadviseerd, geef ze geen militair apparaat. Kijk naar de rest van Zuid-Amerika. Kijk naar Midden-Amerika. Kijk desnoods naar Afrika. Geef ze geen militair apparaat, want je weet dat het fout gaat. Dan heeft het CDA ook eindelijk een lijsttrekker, een beoogd lijsttrekker bekendgemaakt. Henry Bontebal. Moeten we het later maar eens uitgebreid over hebben. Maar ook die burgemeester van Nijmegen, die schijnt ook nog mee te willen doen. Nou ja, in ieder geval wel een aanwezigheid. Ik geef niet veel voor de kansen van het CDA in de komende verkiezingsstrijd. Al las ik toch ook een interview met drie jonge CDA'ers. Ja, die hebben nog zin erin en die willen een nieuwe wind laten waaien. Ja. Dat was al jaren geleden ook mogelijk geweest. Toen zijn ze met die Hoekstra begonnen. Ja, god, het scheelde toch helemaal niet. Kijk, ja, je had toen toch weer zo'n lijsttrekkersverkiezing, weet je nog wel? Die werd door Hugo de Jonge gewonnen. Dat was al niet helemaal duidelijk of dat wel above board was. Toen verloor Omtzigt. Maar ja, die had toen nog niet die verlossersfunctie die hij ondertussen gekregen heeft als eenzame strijder tegen het onrecht. Hey, de volgende keer, dan gaan we. Jij zei ja, ben ik nog gewoon hier? Ja. Ik zal dan die Dark Cloud doen. Een leuk verhaal toch naar mijn idee. Ik had het zelf herlezen. En eigenlijk moet ik zeggen, ik had er goede herinneringen aan. Maar het was eigenlijk bij herlezing nog veel leuker dan ik gedacht had. Er bleken allerlei thema's in te zitten. Denk, hé, wat lollig. Goed over nagedacht. Dat is echt iets. Nou ja, dus ik denk dat ga ik maar eens doen.
Maar de maandag daarop ga ik naar Texel. En dan doen we het vanaf Texel ook gewoon de zaterdag daarop. Hartstikke we goed. Weten nu dat het werkt. Dus, super. We kunnen nog zelfs eventueel zoomen of zo. Is dat, ja, dat is prima. Kunnen we proberen. Ja. Ik heb geen grote verwachtingen van Zoom, maar... We kunnen dat ze willen ook altijd dat je met dat andere programma... Microsoft Teams. Of ja, Skype. Of Google Hangout. Ja. Dat Teams, dat is wat mij betreft, wordt dat met nee, dat werkt bij jou niet. Dat klopt. Met hebben. Artillerie beschoten. Ja. Maar dat gebruiken wel de meeste mensen op hun kantoor. Ja, maar dat komt omdat mij lukt dat allemaal niet. Maar ik heb wel eens gezoomd en toen ging het nog wel. Maar niet met dat verrekte Teams. Zoom is een ander programma weer. Hè? Dat is weer... En Teams is, ja, dat zit in dat hele Microsoft pakket. Iedereen heeft natuurlijk die e-mails en Word en Excel. Ja. En daar zit dan ook Teams bij. Ja, ik ben natuurlijk ook wel ongelooflijk onhandig. Maar jouw e-mail is Gmail, toch? Is die? Ik heb Gmail en ik heb Access for All. Allebei. Ja, maar de Access for All is de... Ik gebruik Gmail niet als reguliere mail, maar als opslagmedium. Als backup, dat heb je verteld. Maar Access for All is de provider. Die levert het internet bij jou. Ja, zeker. Ja, maar je hebt wel Word, toch? Of gebruik je dat niet? Ja, ik moet dat gebruiken. Ik haat Word. Maar weet je dat? Ja, dat heb je verteld. Ja, ik denk dat ik op mijn sterfbed nog wanhopig zal krijsen dat ik nooit meer iets met Word wil doen. Oké. Okay. Afschuwelijk programma. Maar heeft die meneer... Vooral omdat ik mijn carrière, mijn computercarrière als schrijvende schrijver, hoe moet je het zeggen, als schrijver ben ik begonnen met een programma dat heette Write Now. Dat was een programma wat op de oude Macintosh ja, liep. Dat bestaat nog. Daar hebben we allemaal reacties op gekregen. Dat ja? je dat kunt downloaden. Ja, iemand heeft haar... Nou, dat was super. En ook heel simpel. En in Word... ik heb nog steeds de kringeltjes. En iedereen zegt van ja, we hebben geen kringeltjes. Maar ik heb wel kringeltjes. Ik heb nu net, krijg ik de definitieve correctie binnen. En dan... Ja, dat is irritant. Maakt hij zet hij achter onder elk... Ik bedoel, je hoeft maar een naam of een begrip... wat niet uit, kennelijk uit de standaardlijst komt. En dan zet hij er weer een kringeltje onder. Zeg maar, gek van te worden werkelijk. En ik durf ook niet te zeggen... zet alle annotatie uit. Want ik ben bang dat ik dan weer... ook de annotatie van de z-correctie... of hoe moet je dat zeggen? Ja, ja, ja. Van de correctie uitzet. Ik snap het, ja. Het is zo'n klote systeem. Het is verschrikkelijk gewoon dat mensen dat... En ja, en ik heb natuurlijk nog heel lang Write Now gebruikt. En dan kreeg ik altijd klachten. Ja, we moeten een Word, want we kunnen... Ja, iedereen zit in Word, ja. We gebruiken alleen maar Word hier en zo. Nou ja, huppakee. Ja. Maar Write Now was een topprogramma, joh. Ja. En zo echt doodsimpel. Niemand zit toch te wachten op al die flauwekul dat ik in 16 kleuren letters kan afdrukken en zo. Want nee. Ik heb helemaal geen behoefte daar... Platte tekst. Ik heb toch verteld dat ik die eerste, toen ik voor het eerst dat programma ging gebruiken, dacht ik wat lollig. Je kunt dat cursief zetten, je kunt het vet zetten, grote hoofdletters, maar alles kan ermee per slotverrekening. Dus ik had zo'n leuk tekstje opgestuurd naar de uitgever. Kreeg ik per keer in de posten, alles graag platte tekst. Haal het er zelf maar uit. Nou, ja, ja, ja. Ja, je hebt er dus niks aan die tekstverwerkers. Nee. Alleen op het simpelste niveau. Ze moeten gewoon op het allersimpelste niveau moeten ze snel en simpel zijn. Ja. Maar in dat pakketje waar Word in zit, zit dus ook Teams. Maar jij hebt waarschijnlijk Word gewoon apart geïnstalleerd. Ja joh, daar heb ik nog €132 voor betaald. En ik had de installatie was zo ingewikkeld dat ik het zonder mijn zoon er niet vanaf had gebracht. Echt ja. waar. Ja. Ja. Ook weer met passwords en accounts. En ik wil die hele godvergeten kerstboom waar je altijd aan mee verplicht mee aan de slag moet op het internet. Het is werk verschrikkelijk. Iemand wees mij daar trouwens nog op dat je dus een website hebt. Dat heet 10 Minutes Mail. En dan kun je dus die website maakt voor jou een e-mailadres aan. En dat is 10 minuten geldig. Dus stel dat jij dan eventjes een accountje moet aanmaken ergens. Maar je wil niet je eigenlijke e-mailadres geven. Omdat je dan bang bent met alle reclame en dingen. Dan kun je dus dat e-mailadres op die website invullen. En dan krijg je dus in die website ook die e-mail. Die je nodig hebt met de inlogcode of de toegangscode. En die vul je dan in. En dan is je account aangemaakt. En dan heb je dat... e-mailadres nooit meer nodig. En dan kun je door. Maar weer zo, ook weer zo ingewikkeld allemaal. Ja, hè? Dat is al zo. Dat is wel zo. Maar ja, waarom kan dat niet wat simpeler? Maar over alle ergernissen is al wel eens een keer op bedacht. Ja, nou moet ik zeggen, als ik nou even naga... Al die lui die mij, waar ik dus een gebruikersnaam en een wachtwoord in moet vullen...
Er is maar één die altijd werkt, altijd even snel werkt, nooit problemen vertoont, niet bij elk godvergeten artikel opnieuw vraagt om al die gegevens, de Economist. Waarom kan de Economist het wel in orde hebben? De New York Times maakte de laatste tijd ook een potje van. Want die hebben namelijk nieuwe mogelijkheden. Die dwingen je dus naar hun nieuwe mogelijkheden. Hmm. Maar ik wil helemaal niet de kruiswoordpuzzel van de New York Times. Ik kan mijn tijd beter gebruiken. Hè? Of een sportpagina, al die andere lulkoeken. Het is wel zo, als je bij de Economist het wil opzeggen, dan kun je dat nergens doen. Moet je eerst met iemand gaan chatten voordat dat kan. Ja, dat wist ik nou weer niet. Ik was niet van plan om het op te zeggen, maar goed. En Amazon gaf nooit een probleem tot ze ook in Nederland zo'n tak hebben ontworpen. Met als voorbeeld, als je alsmaar probeert ze naar de Nederlandse tak te drijven. Hmm. Die veel minder mogelijkheden biedt en bovendien, het heeft geen zin om in Nederland zo'n Amerikaans boek te bestellen, want dat stuurt de Nederlandse tak weer naar Amerika. Dus dan, ja. je voert gewoon een extra etappe in die waar niemand iets aan heeft, in feite. Ja. Dus ook wat mij betreft stopt Amazon weer meteen in Nederland. Oké, maar goed. Bol.com, is dat fijner? Nou, met Bol.com heb ik geen problemen, dat moet ik zeggen. Alleen, ja, ik koop geen digitale boeken bij Bol.com. Omdat ik heb niet zo'n lezer voor die. Dat is een andere lezer dan die ik heb voor Amazon. Gek genoeg heeft Amazon tal van Nederlandstalige boeken. Ik moet even kijken en wat zoeken, maar die zijn er wel. Hmm. Dus volgende week doen we dat boek. The Dark Cloud. Iedereen kan reeds voorlezen. Hè? Niet voorlezen, maar voorlezen. Precies. Als u er zin in heeft. De Engels is prima te doen, maar ik heb geen idee of er een vertaling is. Oké, super. Het is zo'n klote systeem. Het is verschrikkelijk gewoon. Er is een nieuw luisterboek. Het caretaker-kabinet Zijlstra is nu verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de zin dat voor het eerst sinds het algemeen kiesrecht, man- en vrouwenkiesrecht was ingevoerd, de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden. Je downloadt het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur via de link in de show notes. En in de podcast Sea Level is Wouter Kolk te gast, de baas van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Bol.com. Wil je weten wat zijn plannen zijn voor de toekomst van de supermarkt? Check dan nu de aflevering van Sea Level via de link in de show notes.